Hem voor een weekend. Nathan Evans en de lekkere sea shanty Wellerman. Ja. Nou, vorige week de discotip geweest. Ja, vandaag komt hij ook nog een keer voorbij straks. Is dat zo, ja? Oh, spannend, spannend. Wat ook spannend is, is de Dilemma Plus. Je gaat ook bruggetjes maken. Ja, ja, maar dit is ook gewoon echt heel spannend. Hier zitten allemaal kaartjes in. Het is een roze emmertje. En het zijn een soort van truth or dare dingetjes. Wie mag ik de eer geven om het eerste kaartje eruit te halen? Ik vind dat jij dat een keertje mag. Oh, want volgens mij mag jij nooit starten. Nee, dat is waar. Dat is heel vervelend, hè? Dan mag die niet, nee. Oké, ik heb er eentje uitgehaald. Ik ga hem openmaken. Nou... Een dilemma. Leven in het verleden of leven in de toekomst? Jeetje. Ja. Wat zou ik dan... Ik denk leven in het verleden, denk ik. Want dan kun je namelijk zelf iets uitkiezen waar je graag dan in zou willen leven. En in de toekomst weet je niet wat er gaat gebeuren. Misschien is de toekomst... brengt het helemaal niet zoveel blijheid en zo. Nee, maar je gaat er wel een beetje op achteruit, in principe. Ja, ik ben wel te nieuwsgierig om te zeggen... ik ga naar het verleden. Ik wil heel graag even 10 jaar voor in het eind dat ik denk... Oh, maar misschien kom je dan in één keer in de toekomst... en dan is het gewoon één grote Sahara. Dan is de hele wereld naar de klote. Je weet het niet. Wat natuurlijk wel zo is, als je teruggaat in de tijd... dan heb je dan wel zeg maar voorkennis ten opzichte van mensen die dan daar leven. Ja, dat klopt. Ja. Dan ga je helemaal terug naar de middeleeuwen en dan... Je bent een heks! Ja, of ja. Of dat je in de jaren 90 leeft en zegt van... Hey, over 30 jaar, pandemie. Niemand gelooft je. Ja, dat ze je totaal niet serieus nemen. Of dat je in één keer met zo'n mobiel aankomt. Dat zal zeggen van... Ja, maar hoe gebeurt zoiets dan? Dan zeg je nou, vleermuispan, Wuhan. Ja. Oh, maar jullie gaan echt zeg maar terug in de tijd van echt jaren terug. Ik bedoel meer terug in de tijd of terug in, zeg maar in je eigen leven. Dus dat je gewoon even terug gaat in je eigen leven. Of even verder gaat in je eigen leven. Snap je? Ja. Ja, kan allemaal, joh. Ja. Nou goed, ik geef hem weer. Niet zo moeilijk doen, Emke. Nou, voor straf mag jij. Oh. Oké. Truth, dare of een dilemma? Ja, we gaan eens eventjes. Ik heb even kaartjes getrokken. Een dilemma. Wat gaan we doen? Een dilemma. Je moet iedere avond een 5-gangen diner bereiden. Of je mag alleen fastfood eten als avondeten. Dan ga ik toch voor het 5-gangen diner. Want ik ben dus eergisteren helemaal in de gezonde tour. Of nou, gezonde tour. Een nieuwe leefstijl, noemen ze dat. Hoeveel dagen? Het is echt... Ik doe dat ook echt met een gewichtsconsulent. En die gaat dan iedere week ga ik daar naartoe om dan te wegen en te meten. Want ik wil gewoon echt deze zomer echt... Een keer echt zo'n... Helemaal in shape. Bikini body. Oh, maar luister, alsof jij nu geen bikini aan kunt... Nee, ja, je hebt een lichaam en je bikini, dus iedereen heeft uiteindelijk een bikini body. Maar dus ben jij onzeker, Imke? Nee, na die tijd heb ik zeker gehad. Ja. Nu ben ik inmiddels 25, dan wordt onzekerheid echt een stuk minder. Ja. Maar ik zou het zo een keer zo leuk vinden dat je echt zo lekker kan paraderen op het strand. Nou, ik paradeer sowieso op het strand, ongeacht wat... paraderen kun je leren. Ja, ik wil zeggen. Nee, maar dus ik helemaal gezonde tour. Ja. Okay. Maar één ding mag ik nog wel wijn drinken. Dus het gaat iets langzamer. Maar ik zei het duidelijk. Dat wil je dan wel. Ja, dat is echt niks meer aan. Ik ben ook aan de lijn, maar alles voor calorieën in zitten mag ik nog wel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Nou. Spannend. Het ergste heb ik al gehad vorige week natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar wat heb ik nu? Ik heb een dilemma, gelukkig. Saai. Had jij hem trouwens teruggedaan? Nee, toch? Nee. Oh, mijn dilemma is... Sorry. Nooit meer films en series kijken of nooit meer muziek luisteren. Nou, dat is niet echt een dilemma voor mij. Nee, dan ga ik voor nooit meer films en series. Ik bedoel, films kijk ik sowieso al niet vaak. Series kan ik wel zonder, maar muziek kan ik absoluut niet zonder. Nee, maar nee, klopt. Ik zelf ook niet. Jij, Imke? Ik heel zonde van worden. Ik vind het op zich wel moeilijk hoor. Maar inderdaad, muziek brengt wel meer dan een serie of een... Ik denk dat het nut van muziek echt wordt onderschat. Want ik denk inderdaad, als er geen muziek meer is... dat mensen dan echt heel erg somber worden. Ja, je haalt veel... Uitgaan zonder muziek moet je dat voorstellen. Ja, niet dus. Kan echt niet. Als je dan ergens in de discotheek alleen maar... Mensen hoort dansen en zo. Hey ho, hey. Wat saai is dat, zeg. Of een vierdaagse. Een vierdaagse. Een vierdaagse zonder muziek. Dan loop je 1000 miles. En dan zonder muziek. Yeah. Dat kan toch niet? Dat we dan niet zeggen dat we 1000 miles gaan draaien en dat we dat gewoon niet doen. Ja, precies. Zo kut is dit dan. Is het. Zeg, Miguel. Hoe heet ze die zangeres ook alweer van Turn Back Time? Ik niet meer.
Wish I could turn back time. Ik weet de plaat, maar ik weet niet meer de zangeres. Oh, wat slecht. Ja. Share. Oh ja, share. Ja. En like. Share deze video even met je vrienden. En liken. Gewoon die duim hier omhoog klikken. En volgende week natuurlijk weer gewoon kijken en luisteren. Tot dan.